Hallo serpentjes, ik ben Rikus Urban Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Bully. Veel mensen zeiden, hey Rick, wanneer ga je weer Bully doen? Nou, om precies te zijn, nu. We gaan lekker verder met onze volgende les, biologie. De eerste les moesten wij een kikker opensnijden. En vandaag snijden wij open een harige kikker. Een muis of een rat? Ik zie wel een hele dikke vieze staart. Dus volgens mij is het dan een rat. Zo werkt dat toch? Geen idee. Hey, daarom heb ik biologieles om dit soort leuke dingen te leren. Voor de rest is het redelijk hetzelfde. Je moet één voor één de organen eruit snijden. Dit lijkt een beetje op het hart. Helemaal prima. Nu we het toch over biologie hebben, wil ik jullie iets vertellen over het meest zielige dier. Namelijk de 52 hertz walvis. Walvissen, die kunnen met elkaar praten via geluiden die een beetje klinken als... Ja, je zal het waarschijnlijk niet verstaan, want ik denk niet dat je 52 hertz zou kunnen verstaan. Maar walvissen praten in ieder geval met elkaar met bepaalde geluiden die ze maken. En ze maken geluiden in een bepaald gebied qua toonhoogtes, dat geef je aan in hertz. En al die walvissen kunnen met elkaar praten en ze kunnen elkaar verstaan. Maar er is één walvis, de 52 hertz walvis. En er is iets mis met die walvis, waardoor die wel geluid kan maken, maar op een andere toonhoogte dan de andere walvissen, waardoor de andere walvissen hem niet kunnen verstaan. Dat is redelijk zielig, maar deze rat is ook best zielig, want ik snij zijn ballen eraf. Hij kan dus wel praten, maar niemand kan hem verstaan en daardoor is hij eigenlijk het meest eenzame dier. Wij zijn ook wel eens eenzaam, jij voelt je wel eens eenzaam, ik voel me wel eens eenzaam, maar gewoon nooit met iemand kunnen praten omdat niemand je kan verstaan. Dat is wel een beetje zielig. Het voordeel is wel, dat beest heeft wel zijn eigen Wikipedia-pagina. Kijk, ik heb niet mijn eigen Wikipedia-pagina. Heel weinig YouTubers hebben hun eigen Wikipedia-pagina. Ik geloof Enzo Knol, sowieso, omdat hij vaak op tv is. Stuk TV misschien, omdat ze DJ zijn. Voor mij houdt het daar al redelijk op. We kunnen nu trouwens heel veel missies tegelijk doen. Wat wil je van me? My man. We moeten een brief brengen. Is het goed. Ik heb hem even aangenomen. Oh, ga ik echt meteen mee? Nee, dan ga ik lekker deze missie doen. Doei. Hattrick versus Galloway. Er zijn vrij weinig YouTubers met een eigen Wikipedia-pagina, maar de 52 hertz walvis heeft er wel een. Eens even kijken wat deze missie is. Wat? Je mag geen alcohol op school drinken? Maar ik ben volwassen. De hele tijd lopen wachten op alcohol mag drinken, mag het nog steeds niet. Wat een zwaar leven. Drunk in charge of children. What kind of monster drinks in front of children? Een oude. Ouders drinken voor waar hun kinderen bij zijn, dat is zeker waar. You've got a problem, haven't you? I'm just under a lot of pressure. Well, I'm a kind and supportive colleague, Galloway. And as such, I think it is my duty. Oh, ze willen hem laten ontslaan. Dat is niet fijn. Do whatever you want, Hattrick. Niet mijn favoriete Engelsleraar ontslaan. Ik heb één les van hem gehad en ik had een onvoldoende. Ik hou van deze man. Gewoon lekker doorzuipen ook. Jimmy. No, I'm not okay. I'm not okay. I'm half drunk and I'm about to get fired. Fantastic. Oh, I'm a washed up old drunk and I'm only 34. English, you see, is a difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. Yoga, meditation, needlepoint, looking at Ik dacht even dat hij met needlepoint bedoelde heroïne spuiten. Maar needlepoint is natuurlijk acupunctuur. Dat zal wel van die naalden in je lichaam stoppen. Maar als je heel veel pijn hebt, werkt heroïne vast ook heel goed. Give me that. Let's get rid of this before you get busted. Oké, wat is de missie dan? Fles drank wegstoppen, zodat hij niet kan aantonen dat hij dronken is ofzo. Teacher to know about my vice. Okay. Take it to her. She will know what to do. Is goed. Ah, kijk, dat is een goede verslaafde. Je moet altijd gewoon een voorraadje hebben. Vooral als het op is. Dat is super handig. Okay. Find Galloway's hidden bottles. Oh, hij heeft dus door de hele school heen waarschijnlijk meerdere flessen verstopt. En die moeten wij dan even gaan vinden. Okay, prima. Find the bottle in the cafeteria. Okay, kan ik allemaal kastjes openmaken of zo? Ik heb geen idee. Er moet hier in ieder geval ergens een fles drank liggen. Die moeten wij even zien te vinden. En dan moeten we die even gaan verstoppen. Misschien ligt het hier achter of zo. Dat is wel een goede verstopplek. Niet waar alle kinderen bij zijn en shit. Oh, hey. Gevonden. En meteen een elastiekje. Ik hoop echt aan het einde van de game alle elastiekjes te hebben. Wat ligt er nou? Een banaan? Yes.
Prachtig. Oké, nou we hebben in ieder geval één fles gevonden. Nu even niet gepakt worden, want we hebben momenteel alcohol op zak. Geen idee waar. Heb je die hele fles in je broekzak gestopt of zo? Vind ik redelijk indrukwekkend. Maar dat maakt even niet uit. Ik voel me laatst wat af, hè. Je hebt wel eens van die plekken dat mensen op een onbewoond eiland tudu zitten. En in de film dan bouwen ze vaak zo met stenen en zo heel groot SOS. Als er een vliegtuig voorbij vliegt. Oh, shit, deze zit op de meisjeswc. Dat is niet handig. Zou ik wachten tot het meisje eruit is en er dan gauw in rennen? Iedereen eet opeens bananen trouwens. Dat is het nieuwe hoofdstuk van de game, denk ik. In ieder geval, wat ik wilde zeggen is, als je dan op een onbewoond eiland zit. En ja, het is dan wel bewoond, maar je wil ook gered worden. Dan schrijven ze heel groot met stenen, zo SOS of zo. En dan word je gered. Alleen, wat nou? Wat nou, hè? Wat nou? Oké, ik rij gewoon even naar binnen. Hopelijk vind ik in één keer de goede stal. Ja, oké, weg. Oké. Dat is een leraar. Die wil waarschijnlijk niet dat ik op de meisje-wc ben. Oh, kut, ze gaan me pakken! Het voel me dus af, hè. Stel, je maakt met stenen zo'n heel groot SOS. Je wordt gered door een helikopter. Ruimen ze dan die stenen weer op? Of komen er dan meer helikopters bij? Mensen zitten vast op het eiland, we moeten ze redden! En dan gaan ze helemaal landen en zo. En dan is er helemaal niemand op dat eiland. Ik meld het eventjes, want het lijkt me gewoon heel lullig als dat gebeurt. Oké, we moeten nog één fles vinden. Ik denk dat niemand meer achter me aanrent. Ik weet niet of ze boos op je worden als je door de school rent. De meeste scholen hebben wel, ja, verboden te skateboarden, verboden te rennen. Verboden met je tas andere mensen te slaan tot ze overlijden, dat soort dingen. Het is hier zo ergens. Oh, ik heb ook les nu, maar ik ga eerst even gauw dit doen. Oké, het zit voor mij in deze kast. Ik maak wel schoolspullen kapot nu, dat is een beetje jammer. Oh, ik heb de bottle. Oké, nice. Dan moeten we nu... Waar moeten we heen? To Miss Phillips. Maar waar is Miss Phillips dan? Buiten? Is prima. Ik heb nog één feitje wat ik al heel graag met jullie wilde delen. Ik heb geen idee of jullie ooit nog galgje spelen. Ik heb al jaren geen galgje gespeeld. Maar er is één lifehack waardoor je super makkelijk wint met galgje. En om een of andere reden gebruiken mensen die truc nooit. Wat je moet doen is hele korte woorden met hele moeilijke letters. Een van de beste galgje woorden is namelijk jazz. Dan heb je een J, een A en twee Z'en. Niemand gebruikt ooit de Z bij galgje. Ik deed dat als ik wilde kutten. Zei ik, dan gingen we galgje spelen en dan denk ik zo, is het de Q? Nee. Is het de Z? Nee. En dan werd iedereen fucking boos op mij. Niemand gebruikt de Q en de Z. Quiz is een heel goed galgje woord, want niemand gebruikt vaak. De U wordt niet heel vaak gebruikt, de Q niet en de Z niet. En sommige mensen denken juist, ja, ik gebruik een heel lang woord. Honingmeloen heb ik ooit gebruikt als galgje woordje. Je denkt, ja, dit is een fucking goed idee. Nee, ik ga me even laten pakken door een leraar. Dan word ik namelijk naar de les gebracht, dan ben ik nog op tijd. Pak me maar, dankjewel. Gratis teleport. Als je me niet naar het schoolhoofd brengt in ieder geval, ik wil naar de les toe, zeg maar. Houd het in dat ik naar de school, of krijg ik nu taakstraf? Nee, we worden gewoon een les gebracht. Netjes. Dus dat. Altijd korte woorden. Een van mijn lievelingsgalgje woorden is MOS. Of KLM. Maar ik vind KLM is niet echt een woord, het is meer een bedrijf. Het is ook weer een afkorting. Het is een beetje flauw om KLM te gebruiken. Maar als je ook nog galgje gaat doen, alsjeblieft, gebruik gewoon de korte woorden. Dat was wat ik even wilde zeggen. We gaan even de muziekles doen. Oh, ben ik goed in muziek. De beste muzikant sinds Mozart. Volgens mij schreef Mozart al muzikale stukken toen hij 5 was. En ik kan nog steeds geen noten lezen. Maar ik kan wel zingen. Kon Mozart zingen? Vast niet. Toen Mozart 5 was, was hij vet jong. Hij had geen baard in de keel. Ik ook niet trouwens. Mozart en ik staan ongeveer gelijk in hoe goed we kunnen zingen dan, denk ik. Misschien gaat dit commentaar helemaal nergens over. Wel 99% goed. Waar ging het verkeerd? Ja, bij die 1%. Heb je hier nog iets aan? Sommige lessen win je echt nog iets. Als de scheikunde lessen, dan krijg je extra chemicaliën die je kleine lab op je kamer kan maken. Bommen en dat soort dingen, hartstikke logisch. Ik weet niet of je hier echt wat aan hebt. We gaan in ieder geval nog een lekkere missie doen. Dat past nog wel denk ik in de tijd van deze video. Even kijken, we kunnen naar buiten voor missies. Of we kunnen hier de kantine in. We gaan even lekker hier een missietje doen. De missie heet Last Minute Shopping. Is prima. Wat een mooie vrouw. Een mooie, grote vrouw. Oh, lekker in het eten hoesten. Prima. Oh, dat is voor de smaak. De extra smeurige smaak. You wanna give it a go? Sure. Wat? Wat is dit? Try and get some bits in it. We moeten wat stukjes in. Doe er wat stukjes in. Ik heb faalangst. Get used to it, kid. You're a man. It's all downhill from here, my friend.
Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did? Oh, yeah! I need you to go to town and pick up some oh, we gaan in. Things for gaan lekker boodschapjes doen. Nee, ik wist dat je zeg maar van naast het schoolterrein op een gegeven moment de stad in kan. En op een gegeven moment komt er voor mij ook een kermis. En ik weet niet zo heel veel van de game, maar dat is, ik heb laatst toevallig een review gezien. Van iemand die de hele game reviewde en een beetje liet zien wat er later in de game gebeurde. Oké, we moeten dus een scheermes ophalen. Nieuwe sokkies. Want deze heeft ze al een paar maanden aan. Oké. Ik heb trouwens wat geruchten gehoord, mensen. Er zijn wat redelijk wat geruchten op internet dat Rockstar, de mensen die deze game gemaakt hebben, bezig zijn met een nieuwe bully game. Sinds laatst hebben ze natuurlijk Red Dead Redemption 2 vrijgegeven, dat die er komt. Een vervolg op Red Dead Redemption, een hele bekende game van Rockstar die ik zeker nog een keer moet spelen. Een soort cowboy game, ik heb hem nooit gespeeld. Daar komt een deel 2 van. Heel veel mensen dachten, komt er ook een deel 2 van bully? Komt er ook een deel 2 van bully? Voor mij was bully nooit heel succesvol, zeker niet als je het vergelijkt met Red Dead Redemption en... GTA, maar het was voor mij alsnog zeker een heel goed spelletje. Ze hebben dikke monies verdiend. Dus er zijn geruchten dat er binnenkort een Bully 2 komt. En misschien dat het dan hetzelfde personage is. Op, weet ik veel, dan de universiteit of zo. Of misschien dat het gewoon een nieuw, heel nieuw... Het is bezuinig voor een flikker. Als je met je muis probeert te draaien. Of dat ze gewoon een hele nieuwe game maken met gewoon een nieuw personage. Misschien wel een vrouwelijk hoofdpersonage. Rick, hoe kom je daarbij? Heb ik gewoon net de plekken verzonnen. Leek me wel vet. Oké, we zijn bijna in de stad. Oké, dan. Er staan meerdere markers op de map. Hier is er eentje. Yum Yum Market. Prima. We gaan naar binnen. Yum Yum Yum. Hallo. Ah, Edna's vleesje. Oké, prima. Ik kan ook dingen kopen hier. Wat verkopen ze hier? Bloemen. Cola. Eieren. Oh, we kunnen dozen chocolade kopen. Dat is fijn, want die kun je voor mij aan meisjes geven in ruil voor kusjes. We kopen 5 dozen chocolade. Stom maar een uri. Had ook 5 bloemen kopen, sure. Blikje cola, prima. Doos eieren, ja hoor, doe eens gek. Moet er wat met mijn geld. Je verdient echt in de meeste missies echt $5. Ik heb zojuist al mijn geld uitgegeven aan doos chocola. Kan ik het ook meteen aan deze mevrouw geven hier? Left alt. You're pretty. Hang out? Hi. Will you gaan kijken of we er kunnen versieren. I've been telling everyone you're my girlfriend. Hij heeft nu al gezegd, ja, ik vertel iedereen dat je mijn vriendin bent. Gast. Ze wil studeren. Nee! Blijf bij me, vrouw lief. Baar mijn kinderen. Oké, dit wordt niks. Duurt lang. Laat maar. Hey, leuk hoor, vrouw, als jullie hard to get spelen. Maar ik heb maar 15 minuten aan gameplay. Doe even normaal, joh. Oké, hier hebben we Edna's scheermessie. Prima. En we gaan even een nieuw kapseltje halen. Moeten we wat doen met mijn geld? In principe, dat hebben we allemaal nog meer. Dit is een Caesar. Oh, je lijkt wel op Julius Caesar nu als je dit doet, ja. Julius Caesar was wel een groot leider, dus misschien moeten we een Caesar nemen. Dan misschien een beetje iets blonder of zo. Ja, we komen er langzaam. Prima, was het niet gewoon al wat ik had? Prima, we kopen dit. Goed kapseltje, het is super lelijk. We kopen er wel gewoon een gek hoedje bij of zo. Prima. Oké, nieuw kapsel. Prachtig. Ik weet niet of je van de game ook andere kleren mag dragen. Want waarschijnlijk kunnen we ergens in de stad ook wel andere kleding kopen. Ik heb ook al wat andere outfits, maar ik weet niet of de school boos wordt omdat je je uniform niet draagt. Dat is wel het hele idee van een uniform. Uniform betekent ook gelijk. En het hele idee van een uniform is dan dat iedereen exact hetzelfde draagt. En dan krijg je niet gezeik van mensen die hele dure kleren hebben. En mensen die hele lelijke oude kleren hebben. En dan dat mensen daardoor gepest worden en zo. Dat idee is best fijn. Was ook heel veel gezeik bij de politie. Oh, hier kun je dus shit kopen. Bij de politie willen ze nu ook boerka's toelaten. Of niet boerka's, hoofddoekjes in ieder geval toelaten. Ze hebben gewoon te weinig mensen bij de politie. Zeggen ze, hey, oorspronkelijk mag je niet bij de... Oh, een lelijke voetbalshirt dit. Deze is dan nice. Deze kopen we. Bye. Oké, laten we een lelijke outfit kopen. Zien we of we in de problemen komen. Oh, er staan je armen. Boeien. Groen broekie? Gaan we voor een rode broek. Dat is de ultieme hipsterbroek. Iedereen weet dit. Hebben ze een rood broekie? Je moet er wel met je geld. Ah, ja, dit is mooi. Dit is een goede look. Dames, kom maar op. In ieder geval. Dit gaan we doen. Dit is goed. Te weinig geld. Oh, nee. Ik moet die right arm en shit wegdoen. Want ik heb nu een horloge gekocht per ongeluk. Niks. Kijk eens aan. Buy outfit. Prima.
Het is fijn dat ik nu in ieder geval een eigen karakter heb en niet meer eruit zie als mijn standaard mannetje, maar waarschijnlijk moet ik alles weer terugzetten. Wat ik dus wil zeggen is... Oh, we kunnen nu de bus terugnemen. Oké, dat is fijn. Bij de politie willen ze nu dus ook vrouwen met hoofddoekjes toelaten. En heel veel mensen werden fucking boos van... Ja, wat ga je die moslims nou weer voortrekken? Dit is het einde van Nederland! Ik denk... Ze doen nu alsof moslims voorgetrokken worden. Zo van... Het is niet echt heel leuk om een hoofddoekje te dragen. Maar als jij nu zo graag een hoofddoekje wil dragen, moet jij dat lekker zelf ook doen, politieman. Maar dat doe je waarschijnlijk niet, want het is helemaal niet handig om een heel ding op je hoofd te hebben. Dus ze worden helemaal niet voorgetrokken. De politie had gewoon meer mensen nodig. Dus denken ze, ah, weet je wat, we doen niet zo moeilijk. Maar nee, dat schrijft dan uit dat ze partijdig zijn en bla bla bla. Aan de andere kant, je mag bijvoorbeeld niet een shirt dragen, politieagent, met ik hou van Jezus. Of ah, Hitler was een goede gast. Je mag eigenlijk, het idee van een politieagent is dat je zo min mogelijk een mening draagt. Je bent gewoon bitch van de wet. Einde. Dus het punt snap ik nog een klein beetje, maar mensen moeten niet zo janken. Conclusie, mensen moeten niet zo janken, hebben gewoon meer politie nodig. Dat is denk ik even het belangrijkste. Zo. Yo Edna, ik heb je spulletjes. Oeh, dat vlees gaat bijna over datum. Nou, daar gaan we nog een maand mee door. Kan gewoon. Prima. You passed! Ah, wel meteen weer 15 erbij. Ik word langzaam maar weer rijk. Ah, een lelijke outfit. Echt trots op gewoon. Dames, alsjeblieft date mij in het echte leven. You've unlocked the prep challenge. Ik heb geen idee wat dat is, maar dat zien we in ieder geval de volgende aflevering. Complete the challenge, you will earn a new safe location. Dat is handig, want ik wil echt helemaal weer naar het begin, naar mijn kamer lopen, ding lopen. Om een nieuwe, om op te slaan. Dus dat is wel fijn. Nou ja, even kijken voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Gaan we lekker verder met Boulay. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende aflevering weer alweer terug. Dankjewel voor het kijken. Doei!